Weet je nog wanneer we de eerste keer contact hadden? Op Facebook was dat volgens mij. Volgens mij was dat via Oerlikant Today. Weet je nog waar het over ging? La Oma, geloof ik. Ja. 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 Ik ben daar gewond geraakt en toen mocht ik naar huis. Dus we waren patrouille aan het lopen in de stad. Ja, toen stond er iemand met een bomvest tussen het publiek. En is zijn eigen opgeblazen. En toen zijn we met 8 man gewond geraakt. Waarvan onze luitenant Tom Christ 2 dagen later in het CMA is overleden. Dat we Afghanistan gewoon kaart hebben laten vallen. We hebben daar rondgelopen. En in 1 keer wordt de stekker eruit getrokken. Daar heb ik iets van. Ik schaam me er een beetje voor. Maar ik snap niet hoe een internationale gemeenschap dat kan laten gebeuren. En sommigen die hadden gewoon de platen eruit gehaald en die hadden daar sokken in gedaan. De groeten, ik sluit me aan bij de Taliban. En dan sta je daar als Jans soldaat. En op dat moment stonden de veteranen demonstraties. Ja, ik vind er gewoon wat van. Ja. Dan moet je zeggen van, hey lui, ga ze, doe even heel snel die beret af en een pak uit. En dan laatst dat ze dan in de houding gaan staan voor een vent die een agent in zijn ballen heeft getrapt. Ja, nee, maar dan wordt het eng. Ja. Ook te laten voelen wat voor mensen we hebben samengewerkt. Ja. Ja. Kan dat jouw missie afmaken? Nee. Nee. Had je missie ooit klaar? Mijn missie is nooit afgelopen. Ik verzin altijd wel weer wat nieuws. Ja. Yeah.